Ik ben een beetje wat chagrijniger terug aangezien mijn fucking broertje mijn hele opname hier zo kwam verneuken. Door mij een soort van grappig te komen laten schrikken. En wat helemaal niet fucking grappig was. Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom 2 video. Vandaag gaan wij weer een keertje kijken in mijn stad. Heb jij de vorige Kingdom 2 aflevering nog niet gezien? Toen ging ik volgens mij een beetje ging ik in het dorp kijken van een andere speler. En vandaag heb ik weer een Avalon update. Mijn stad heet Avalon en vandaag gaan we die weer laten zien. We staan voor de poort, want dat was hoe ik de vorige keer ook begon in deze Kingdom update. Dat is alweer een paar updates geleden, maar er is ook er is best wel veel bijgebouwd in Avalon. Het is heel veel ontwerpen en neerplaatsen voordat we eigenlijk al dit Avalon gebeuren doen. Dus dit is Avalon. Het is nu allemaal ingericht hier zo. De winkels zijn verkocht. Ze zijn best wel prijzig. Hier heb ik ook wat bijgebouwd. Daar ga ik later allemaal over in detail. Ik zal alleen nog eventjes er langs rennen wat er allemaal een beetje is gebouwd. Want het is best wel veel. En wil jij nou een huis kopen, dan moet je mij eventjes een keertje aanspreken. En dan kan ik jou een huis verkopen. De prijzen zijn werkelijk helemaal niet hoog. Want ik wil gewoon dat iedereen in mijn stad kan wonen. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom de prijzen een beetje laag zijn. Want ik wil gewoon mijn stad vol hebben met mensen. In ieder geval, we staan weer op het begin waar we begonnen. Dus we gaan... ik ga jullie de winkeltjes laten zien, want de winkeltjes zijn cool. We gaan eerst in de winkel van... de boeken en kaartenwinkel van Yavinius Bickel en Kevin. Die hebben de kaartenwinkel... of de boeken en de boeken en de kaartenwinkel gekocht. Dus dit is de boekenwinkel. Die heb ik samen ingericht. Volgens mij hierboven heb ik dit ingericht met Kai. Heb ik het hier zo'n beetje midden, zo'n boekenkast. Dit vind ik wel een vet stukje. Het is echt zo'n Harry Potter stukje gevoel. En zoals in elke winkel eigenlijk heb je een beneden. En hier is dan de kaartenkamer. Hier heb je allemaal kaarten hangen en zo. Dat is best wel cool. Je kan allemaal kaarten kwijt. Because kaartenwinkel. Avalon is Avalon. Kijk hoe cool. Dan gaan we weer verder. Dit is dan de opslagkamer. En die is ook best wel cool. Die heb ik ingericht. En dat is eigenlijk een beetje wat ik kan vertellen hierover. Ik ga verder naar beneden. Want daar is een heel labyrint met boeken en zo. Hier heb je een soort van groot labyrint van boeken en allemaal shizzle the whizzle. En dan is het de bedoeling dat hier eigenlijk koeien komen, aangezien elke dingetje, zeg maar elke winkel wil ook productief bezig hebben, dus boeken zijn boeken en die moet zij eigenlijk dan kunnen fixen met koeien, maar dat is nog niet geregeld. Koeien moeten er nog heen, dus dat moet eventjes gefixt worden. Dan gaan we naar het winkeltje daarnaast. Daar hebben we besloten dat het uiteindelijk een wapenwinkel ging worden. De eigenaar is Endewars. En dan gaan we naar binnen. En dit is de wapenwinkel. Is ingericht door wat bouwteam mensen. Gewoon hier wat random dingen. Ik weet niet waarom het vuur eruit is. Heeft waarschijnlijk een of andere derp uitgeslagen. Dit is dan de balie. Dat is voor personeel only. Daar kan ik niet in. Oh my god. Ja, en dan hier beneden heb ik gemaakt een shooting range. Because dat vind ik wel horen bij een wapenwinkel. Dus dan gaan we verder, want er is nog meer shit gedaan eigenlijk in Avalon. Heel veel shit wat ik eigenlijk in Avalon wil doen is, zeg maar, ik wil Avalons heel groots aanpakken. Ik wil alles groot maken, dat het heel veel indruk geeft. Zeg maar dat je er doorheen loopt en wow, dit is echt een stad. Dat je dat dan gewoon denkt. We zijn trouwens ook al begonnen met de ontwerpen voor het kasteel die op deze hele grote berg hier komt. Ik ben een beetje wat chagrijniger terug aangezien mijn fucking broertje mijn hele opname hier zo kwam verneuken. Door mij een soort van grappig te komen laten schrikken. En wat helemaal niet fucking grappig was. In ieder geval, ik loop weer gewoon eventjes wat verder hier zo doorheen. Hier moet namelijk bij elke stad hoort een groot vet kasteel. En daar zijn we nu dus ook mee bezig. De huisjes zal ik even laten zien. Wat meer informatie over geven. Hoe die eruit zien. Want dit is zeg maar, dit is het huisje van Sammart. En ik zal eventjes naar binnen gaan en even laten kijken hoe zo'n huisje eruit ziet. Ze zijn bijna allemaal wel van binnen zijn ze anders. Zeg maar ook qua verdieping en zo. Dit is dan het, drie verdiepingen huisje. Dus best wel groot. Je hebt ook nog achter tuin. Zo, kijk eens, een achtertuin. En dan kan je die hier ook weer uit. En dat is eigenlijk een standaard huisje. Dan heb je ook nog... Hier, kijk, dit vind ik zo vet. Hoe dit loopt. En dan loopt hier weer naar beneden. Vind ik echt vet. Dat vind ik cool. Dit is zeg maar een duurder huis. Die heeft vier verdiepingen. Want ik wil namelijk dat Avalon... Ja, ik wil gewoon dat Avalon groot is. En alle huizen heel hoog zijn. Waardoor je echt zo'n stadsgevoel krijgt. Zo van, wow, een stad. En dit is het huis van Matthijs. Het heeft vier verdiepingen.
verrassingen. Ik loop eventjes door jouw huis, Matthijs. Om eventjes goed te kunnen laten zien hoe dit allemaal in elkaar zit. Deze heeft toevallig een balkonnetje. En dan gaan we weer helemaal naar beneden. Daar zijn we helemaal naar beneden. En dan zijn deze huizen eigenlijk ook gewoon een beetje hetzelfde. Dan gaan we hier naar achter. Want hierachter is nog, zeg maar, meer. Hier worden nog dingen uitgezet en dat komen jullie later te zien. Dit is het parkje van dit deel. En dan heb je hier, dit is gemaakt door Koen, dus wel gezellig. Gewoon lekker eventjes een parkje tussendoor. Geeft toch een beetje meer dat groene gevoel. En dan kunnen deze mensen gewoon lekker uitkijken op dit parkje zo. Heerlijk. Hier komt dan nog een pad. Ik heb helemaal dingen allemaal uitgezet hoe dat allemaal gedaan moet worden en zo. Dat is wel handig, want dan vergeet ik het niet hoe ik het wil hebben. Hier zijn ook nog allemaal dingen uitgezet, dus denk niet van wat de fuck, dat zijn allemaal eetblokjes. Dan ga ik jullie eventjes laten zien het hotel. Het hotel is zo goed gelukt. Het hotel heb ik gemaakt. Ik kan echt heel trots zeggen dat ik het hele hotel heb gemaakt. En ik ben er zo blij mee. Ik ben zo blij met het hotel. Ik zal er even een rondje omheen lopen en hij is echt vet gelukt. Hier heb je dan nog de andere kant van het hotel. En dan heb je hier, zeg maar, een overkapping en dan kan je hier onderdoor lopen, zeg maar. Dit is niet de ingang. Hier loop je gewoon onderdoor en dan ben je weer hier. Fucking vet. Dat vind ik echt zo cool. Maar in ieder geval, we gaan even naar binnen bij het hotel. Dit is het hotel. En een grote opening, bla bla bla. Hier is dan de lobby van het hotel. En dan heb je hier de receptiebalie. Als je hier naar links gaat, heb je een tuintje. Dan kan je gewoon chillen eventjes. Weet je wel, zo van cool. Dan ga je hierheen. Hier kan je naar de receptiebalie. Maar daar mogen jullie helemaal niet komen. En hier heb je het badhuis van het hotel. Dus alleen voor gasten. Dus dan ga je eerst hierheen. Daar heb je de kleedkamers. Dan kan je hier eventjes in de kleedkamer. Kan je even omkleden. Zo. Bloop, 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 bloop. En dan ga je eruit. Het is wel echt heel klein. Zo'n kleedhokje. En dan kan je hier lekker chillen in het badhuis. Hier heb je dan. Kan je hier lekker chillen. En aan de overkant is het precies hetzelfde. Dus ook water. En dan heb je hier sauna's. En dan kan je lekker in de sauna chillen. Zo, met al je matjes in de sauna. Lekker, heerlijk. Maar je hebt ook nog een buitendeel van de sauna. Dan ga je hierheen en je gaat naar deze kant. Hoppakee. En je bent in het buitendeel van de sauna. Dan kan je hier lekker liggen. En dan kan je hier lekker in het buitenbadje chillen van de sauna. Je kan hier niet in of uit. Het is want het is alleen voor het badhuis hier. Dus dan gaan we verder. Hier kan je nog naar boven, naar de kamers. Er zijn best wel veel kamers om gebruikt te worden. Hier zijn allemaal kamers. Elke kamer is ook weer anders. Deze kamers zijn wat specialer aangezien ze een balkonnetje aan de voorkant hebben. En dan heb je hier precies hetzelfde. Hier precies hetzelfde. Als je in Tilivia zit en je bent benieuwd, kom vooral een keertje kijken in Avalon. En dan kan je een keertje eventjes het hotel bekijken. En dan word jij blij. Hier kan je dan nog naar boven. En dan heb je hier nog meer kamers. En deze zijn ook weer allemaal anders. Dit heb ik niet ingericht. Ik heb het gewoon leeg afgeleverd. En dan mochten we maar kijken hoe ze het allemaal wilden inrichten en zo. Dus dat hebben hun allemaal gedaan. Dit is de smid. Avalonse smid. Ik heb het volgens mij 5 schoorstenen gegeven. Ja, sorry jongens. Ik kan niet meer vliegen. Dus ik kan het heel lastig laten zien. Maar dit is de smid. En dan heb ik hier, zeg maar, een ingang gemaakt met 2 van die anvils. En daar ook. Dit is de officiële ingang. Maar je hebt ook nog een onofficiële ingang. Hier is dan de public part. En dan kunnen mensen bijvoorbeeld hier dingen zelf smithen of zo. En dan de officiële smid zit dan hier binnen. En die moet dan, zeg maar, kan dan, weet ik, veel andere dingen doen. Hier heb je dan bovenstuk. En dan kan je allemaal chillen en zo. En hier ook. En dan is dat dat. En dan gaan we naar beneden. Want beneden is where the shit happens in Avalon. Hier beneden kom je dan in de smid gedeelte. Dit heeft Brian van Rossum ingericht. Echt vet. Ik vind het echt vet. Dan heb je hier allemaal gewoon, het ziet er heel random uit. En dan heb je hier een kamer voor ors. Allemaal vuur en zo. Dan kunnen ze dat smelten. En dan hier beneden. Dat zag er helemaal niet uit alsof je daar naar beneden kon. Maar het kan wel. Dan heb je hier nog meer. Nog meer shit gewoon. En dan hier heb je nog meer. Hier is er gewoon een vergaderruimte van de smid. Dan kunnen ze hier zo zitten zo. En dan kunnen ze vergaderen over ors en zo. Dus eigenlijk is dit een hele grote Avalon update jongens. Volgens mij hebben we dit ook nog niet laten zien. Dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij heb ik dit niet laten zien. Anyways, nu is het ingericht. Dus ik laat het sowieso nog een keer zien. Dit is de buitenkant. Deze hebben Kai en ik samen gemaakt. Heeft best wel een pretty tijd geduurd. Maar hij staat er ook wel een tijdje. Dus het kan zijn dat hij al in mijn Kingdom video is langs geweest. Maar hij is van binnen, heb ik hem nu ingericht. En is die handig bruikbaar. Hij is nu hierboven heb je. Dit is te koop trouwens. Dit kan je kopen, maar het is best wel duur. En dan kan je hier de spoor naar Trintium. En dan kan je hier zo naar Trintium. Helemaal leuk. Zoals je ziet, het is erg Kingdom vriendelijk. Het is puur voor het Kingdom.
en anders moet je maar gewoon lekker veel influence verspillen. Dat was in ieder geval dit voor deze Kingdom video. Ik zie dat er nog twee buttons hier zo missen. Daar moet eigenlijk nog een button en daar ook. Maar kom daar. Ik heb één button, maar dat is niet genoeg. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je dit nou een leuke video vond, laat dan een groen duimpje achter en abonneer voor meer Kingdom. Volg me ook op Twitter, want dan kan je echt helemaal niks missen. Gewoon helemaal niks. Want alles wordt daarop gespamd en dan kan je dat gewoon lekker allemaal kijken. Dus jongens, bedankt voor het kijken en ik zeg later.